Het leek misschien soms alsof de tijd stilstond en onze boeiende gesprekken verstomden. Laat mij alvast hier een bijzonder academiejaar en wellicht een wat complexer academiejaar officieel voor geopend verklaren. Het leek misschien soms alsof het werk stilstond en onze drukke bureaus verlaten achterbleven. Wachtend, aarzelend, hopend. Maar schijn bedriegt, want stilstaan hebben wij niet gedaan. Ja. Oké, welkom iedereen, we gaan er eens invliegen, hè. We waren dan wel niet fysiek bij elkaar, maar we waren meer geconnecteerd dan ooit. Via alle mogelijke kanalen bleven we met elkaar in contact en hielden we elkaar op de hoogte van wat er leefde. We communiceerden over onze ondersteuning, onze kennis en onze ideeën. We zorgden voor een zo goed mogelijke ondersteuning van onze studenten, opdat zij in een veilige omgeving konden blijven studeren. Ook de KU Leuven-instituten bleven groeien. Zij worden gevoed door een breed interdisciplinair netwerk van onderzoekers en richten zich op maatschappelijke thema's die op korte en lange termijn van cruciaal belang zijn voor onze samenleving. Dat uitmuntend academisch onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de beschikbaarheid van toponderzoeksinfrastructuur, databanken en archieven. Kortom, we bleven vooruitgaan en lieten elkaar nooit los. En onthoud, er komen betere tijden. Ik wens jullie allemaal een fijn en warm eindejaar toe. We hielden onze trotse tradities vast en transformeerden ze naar een online beleving. Ook in een digitale wereld lieten we onze stem en expertise gelden. KU Leuven-onderzoekers en experten schuwden het maatschappelijk debat niet en bleven hun inzichten delen. Omdat we ons bewust zijn van de maatschappelijke rol die we elke dag opnieuw spelen. Met de wetenschap dat onze wereld nooit meer dezelfde zal zijn, bleven we onze studenten en collega's aanmoedigen. Om uiteindelijk opnieuw het warme contact te krijgen waar we al zo lang naar uitkijken. Want achter onze schermen wacht een duurzame toekomst waar alles weer samenkomt en waar alles opnieuw mogelijk is.